julle, ek is Andri Botha en ek is hier saam met Maize. Hier rondom my staan oudskoolere van WAP, hulle was matriek in 2018 gewees. Nou julle, hoe voel dit om terug te wees om julle spanne weer te ondersteun? Dit is baie lekker om terug te wees en allemaal te zien. Het is lekker om terug te wees en allemaal weer te kan ondersteunen. Het is lekker om al jou vrienden en die onnies wat saak gemaakt het weer te zien. En ja, het is lekker om terug te wees. Ek is baie blij. En wat denk jullie so ver van die geest by die interhoor? Ons het definitief gebring. Dit is goed, dit is goed. En dan, wat sien jullie vooruit voor die rest van die dag by die interhoor? Ons sien graag uit voor die rugbywedstryd, dat is maandag van school. En dan die heel belangrijkste vraag is seker, wat mis jullie van interhoor? Om die rugby game te doen. Dit kan sien, hulle is passievol vir rugby en hulle bring die geest verseker. Blijf asseblief ingeskakel by MyZyne se Facebookplaas om niks te mis nie. Hi julle, ons is terug hier by die interhoor van WAP en WBPAS. Ek is Joanita Redoe, ek is die leerling van WAP en ek is hier met meneer Henjan van der Heide, die onderhoof van Walvis Baai Privaat Hoërskool. So meneer, ek wil net dit, hoe ervaar meneer so ver vandag se gees? Dit is een fantastische ochtend, die weer speel lekker saam. Die geselligheid hier so allemaal met een feestelike atmosfeer, dit is heerlijk. Ons is so blij om hier te kan wees. Baie dankie vir dit, dit is heerlijk. En dan natuurlijk het julle seker baie hard voorbereid en hard geoefen vir die dag. So hoe sal meneer sê, wat is julle X-factor van die dag? Ek denk ons X-factor is dat ons self ons X-factor gaan wees vandag. Ons het baie beserings, baie siektes en ons die kruim week aan die gang. So ons het met spanne wat ons saam geflans het, maar ons het kom deelneem omdat ons die interhoor regtig respekteer en het ons een voorreg is om dit saam met julle te kan doen. En dan natuurlijk is daar, ek het gehoor, julle kaptein van die eerste span is ook een van die beserings oor die algemeen. Is hy vandag hier of is hy nie in Windhoek? Pieter is hier so, ek het hom net nog gaan aflaai, hy verteenwoordig ons school nou maar vandag by die redenaars. Aangezien hy nou nie kan hardloop nie, maar hy het een besering wat hom al hele paar weke op van die veld afhou en ons glo dat hy spoedig sal herstel en ons by sy plek sal kom inneem. Baie dankie meneer, ek hoop meneer het een feestvolle dag verder en ons hoop dat hulle school werkelijk ons interhoor sal geniet. Baie dankie vir wat, baie dankie meneer. Bly julle dan net ook asseblief ingeskakel op MyZyne se Facebook bladsy sodat julle geen oomblik van hierdie wonderlike interhoor van ons mis.